sluiten van het ziekenhuis. Het ziekenhuis Oranje Oord in Harlingen zou hier al sinds 1988 is het voortbestaan van ziekenhuis Oranje Oord in Haas in discussie. Doe in de fusieplan met het MCL in Jouwet Safier dat in Haas alleen nog een polykliniek oerbleven zou. Na protesten van de bevolking werd de fusie op een lange baan schoot. Nu binnen de directies opnieuw in gesprek. Hoeveel benen en banen Haas oerhoud is nog net duidelijk. Maar dat er inleveren worden mat is wis. Een reportage over de mogelijkheden en onmogelijkheden van een Leeds ziekenhuis. De nachtdienst draagt oor. De dag begint op Noord-Ien. Naast ik naar de binnen. Ja. Op kamer 11. Mevrouw heeft nog een dreintje. Ineke van Dijk had in de tolvier dat ze in Oranje Oord werkt een protoverorie jongen. Ik wat de patiënten onbelangt. Qua leeftijd, een hoop ouderen ondertussen. Toen was ik nou, een hoop van 80 jaar aan, was het oud. En 80 jaar is hij nou vrij normaal. Zeg maar. En 90 kom je heel vaak tegen. Hoor ze vliegen. Ik hoor ze vliegen. En de operaties duren veel korter. De meeste leggen hier gewoon een stuk korter. Dus, ja. En dagverpleging is dat? Dagverpleging. En short stay. De meeste niet meer week leggen. Dat is een hele hoop veranderd. Vroeger lag je hier met de blinde darm een dikke week. Nu ben je nou maar 2 dagen fut. Die spreuk ook. Ik heb in mijn leerlingen die er verslag over maakt. Nou, die patiënt heeft 2 weken niet leid. En die is nou maar op mijn 2, 3 dagen weer in huis toe. Dat gaat stikken snel tegenwoordig. Oranje Oord had nog een erkenning voor 154 beden en 10 witsen. Op dit stuit wordt de helft van de beden bezet. In het gebied dat gebruik maakt van dit ziekenhuis, ween je nog 30.000 mensen. Van Frensje, onder mij de Eilon, Vlieloon en Skilge. U woont op de Schelling. Voor u is het natuurlijk het meest gemakkelijk om hier te komen. Ja, ideaal. Het helemaal zolang ik kom, ik zo vaart. Kijk, bezoek is morgen om 10 uur weg. 12 uur kunnen ze hier weer weg. Want anders ben je toch een hele dag onderweg. Als je eerst naar Leeuwarden moet, of ja, waar ook heen dan. Dit is ideaal voor ons. Wanneer denkt u weer naar huis te kunnen? Een beetje geluk. Ze hadden voorspeld zo'n 10 dagen, vrijdag, zaterdag zo'n beetje. Maar ik moet wachten op de uitslag van wat weggaat is. En er zit nog een drain vast. Dus zolang die nog loopt, dan mag ik nog niet naar huis. Dus het is afwachten nou. En nee, Haas mist de mogelijkheid om jongens en in de weekend acute patiënten op te nemen. Vanaf mooi 8 uur kunnen ze komen. Dus er kan ik niks verder aan. Weet ik niet, ik weet niet of wat gebeurd is. Nou, volgens de berichten. Nee. Of onze meisje zit nog thuis nog in Brussel voor. Ja, tot dan zien. De acute zorg houdt in dat je dus 24 uur beschikbaar moet zijn. Dat houdt in bijvoorbeeld voor een tweemansmaatschap waarin ik dan zit. Dat is natuurlijk inherent aan een klein ziekenhuis dat je dus kleine maatschappen hebt. Dus je hebt hier 2 chirurgen, 2 internisten, 1 neuroloog, 1 kinderarts, 2 gynaecologen enzovoort. Dat je buitengewoon vaak beschikbaar moet zijn. En dat dus een zodanig zware werkbelasting is dat niet op den duur niet goed gaat. Het is dus niet onbegrijpelijk dat specialisten ook gaan kijken naar een wat normale levenspatroon en hoe ze dat kunnen bereiken. Met het oog op de fusie van de organisaties ligt het dan voor de hand dat specialisten ook onderling met elkaar contact opnemen om te kijken of ze als maatschappen kunnen fuseren. Nou, mijn werkdruk is nu natuurlijk minder geworden omdat wij dus de weekenden geen dienst meer doen. Dat betekent dat ik nu eens in de 5-6 weekenden dienst heb, terwijl ik anders om het weekend dienst had. Dus mijn werkbelasting is aanzienlijk afgenomen. Maar het is toch wel dat je toch gauw wel zo'n 70 uur in de week maakt. Acute chirurgie in het weekend moest worden losgelaten. Want kijk, je zou nog kunnen voorstellen, als de 2 chirurgen uit Harlingen net een weekenddienst hebben, dan zouden ze onderhand bereikt zijn. Maar als specialisten in Leeuwarden dienst hebben,
En ze moeten voor een polsfractuur of iets anders meteen in de auto stappen en naar Harlingen rijden. En een halve week tussen Leeuwarden en Harlingen, wat toch nog altijd ongeveer 30 kilometer is, weer opgepiept worden omdat ze weer terug moeten naar Leeuwarden. Nou, dat is voor een keer misschien aardig, maar dat, structureel kun je dat niet waarmaken. En ja, dat zijn... Vindt u dat niet erg, dat u dat kwijt bent? Ik vind het vreselijk. Ik vind het vreselijk, zonder meer. Maar ik denk aan de andere kant, je kunt je ogen niet sluiten voor realiteiten. Het betekent alleen wel voor ons als huisartsen op de eilanden dat we meer moeten improviseren. Het is natuurlijk toch een moeilijk te verteren zaak dat je voor een polsfractuurtje op zondag naar het ziekenhuis moet. En dan een hele dag onderweg bent. We zijn natuurlijk zo verwend door de dienstverlening van het ziekenhuis Oranjeoord aan de eilanders. Dat wij iedere stap die Oranjeoord minder toegankelijk maakt als een achteruitgang zien. En we zouden dus het allerliefste zien dat Oranjeoord zou blijven bestaan. Zomer dan zijn er op de eilanden Vlieland en Terschelling toch zo'n 40.000 tot 50.000 mensen extra. Dat betekent toch een groot aantal patiënten ook, die vooral omdat het gezonde mensen zijn, vaak acute dingen hebben. Wat wij dus hopen dat er over zal blijven is een actieve polykliniek. Waarbij de patiënten van de eilanden toch door de week in ieder geval goed kunnen worden opgevangen. Rinus, mannetje van de maan. Hoe is het mee? Goed hoor. Ongelukje gehad? Nou, ongelukje ging niet. Oh. Als u een slipper aantrekt een ongelukje noemt. Het ging wel zelf dus min of meer. Ja. Misschien rijden we erin. Want hier is hier, en ik voel niet echt de fortuin, maar meer heeft ontzettend veel pijn. Hier, terwijl het vandaag. Wekker doet hier geen... Oh, gloeiende godverdamme! Oh. Dierenbeul! Ik raakte het maar eventjes. Ja, wacht. Ja, hij heeft ontzettend veel pijn gedaan. Alleen een foto maken. Alleen een foto, broer? Alleen een foto. Ja, dat zou gelijk niet zo. Mensje, kinderen. Heeft u een nou, gaat het zien. Kende u Oranjeoord? Ja, zeker ken ik Oranjeoord. Het staat bekend voor u dat heel Oranjeoord. Ja, prima. Want het is alleen maar een mooi weggestuurd. Dan zien we die andere voor u al van Verkeulen. Wordt weggestuurd. Wat heb je daar aan die handel? Maar je daar het koude op tegen Leeuwarden komt, dat is schrikkelijk. Dit wordt nu behandeld met een zogenaamde gammaneel met een lange pen. Dat wil zeggen dat er dus een hele lange pen in komt die vastgezet wordt met een paar schroeven. Met een schroef eraan die in de heup gaat. Dat is toch een vrij moeilijke techniek. En die zullen we dan in Leeuwarden uitvoeren, deze operatie. Het voordeel van die constructie is dat hij daar vrij snel weer op kan lopen. Dat wil zeggen, in principe binnen een aantal dagen. En hij kan dan voor de revalidatie weer terug naar dit ziekenhuis. Zuster. Ah, hoe doe je? Voor jou en daar even zien. Dit is even zien, wat dit gewoon hoort. Wel, ben je bed om zwijf. Wat zei? Wel, ben je bed om zwijf. Ja, dat is een leuke. Nee. Ik dacht dat 13 is beter. Oh ja. Mooi. Gaat het nog vlukken? Hij is juist direct naar de eetensjoer. Ik wel. Oh. Jou ook? Ja, en daar heb ik me echt van genoord. Dat er 4 Friesen op het podium stonden. Nee. Ik heb al mijn meeste genoord van het Famke. Het lang is waar. Tony Hoe blij Atini. Ja, mooi dan. Ja, ik heb nooit gedacht dat Ben is dat blij is. Het is geweldig. Ja. Dat hangt er dat jonger heel dag. Ja. Dat is prachtig. Hier het net toch, en toch? Nee. Nou? Ze biedt bommen, haar eigen verwachtingen. Ja. Skitterend weer dat. Dus jij genoot het weekend? Geweldig. Ja. Houdt u de televisie ook? Wat? Houdt u de televisie ook? Nou, dat ben ik net als een kiepje. En dat was gelooien. Nee, ik hang goeie. Ik ben er net mee, maar... Nee. Maar ik doe het nog graag mis. Nee, zo dat. Dat is zo mooi. Ja.
De mening van de patiënten over ziekenhuis Oranjeoord. Hier een beetje smoek en wat liedjes, hè? Volle water. Meer tijd van je hebben. Ja, ik denk het, ik wil ja. Ik denk het, ik wil. Want ja, ik mocht eerst naar Leeuwd. Ja. Omdat het toch nog net plak weer. Echt wel plak weer, maar geen. Geen dokter en geen oogarts en geen neusarts. Nee, maar, nee, je woont. Je moest echt een heel soort hebben. Ja, dan ben je niet gauw tevreden. Nee. Nou, als je weer een Voortendaal ziet, ik alleen van je. Ja. Voortendaal, ja. Je hebt mijn zuster ook geleden. Ja. Hoe belangrijk is het dat je nog een ziekenhuis is in Haas? 62. Nou, dan waren ze al in een Leeuwarden en we maar, hoe maar wij er komen. Kun je er net komen, inderdaad? Net met de bus? Of, Ik denk gewoon om dat zeker een bus te vinden. Het MCL net. Ja. U dacht, ik kan niet dit naar hier, ik nog net woont. Oh. Jij net. Oh, ik ook. Maar dit is hier exact liefelijk, de bus riet hier heen. Ja, ik zou het jammer vinden. Ja, maar ja, een brood. Hè. Wat betekent de fusie met het MCL? Ja, niet iedereen in Harlingen zal daar op dit moment nog van overtuigd zijn. Maar ik denk in ieder geval een aanzienlijke verbetering van het medische draagvlak. En toch een grotere bereikbaarheid van meer gespecialiseerde zorg. Want het zal in ieder geval betekenen dat dezelfde specialisten waar men nu naartoe doorverwezen wordt in Leeuwarden hier ook in Harlingen spreekuur zullen houden. Polykliniek zullen doen. Meer dan nu? Meer dan nu, dat is in ieder geval wel de bedoeling. De winst is in ieder geval meer specialisme en sneller bereikbaar. Een van de MCL-specialisten die ten spreekuren in de Hazer Polykliniek had, is de uroloog dokter Schipper. Hij zocht er wekelijks zo'n 10 of 20 patiënten. Nou, u hebt net blaasonderzoekje gehad? Ja. Hè? En hoe was dat? Vond u het erg ellendig? Nou, je kunt je wel iets prettigers voorstellen, denk ik. Ja, zeker. Ja, ja. Maar viel het achteraf van mee? Ja, het viel mee. Ja, goed zo. Inderdaad. Goed zo. Ik had me erger voorstellen. Omdat hij aan de blazen van de prostaat geopereerd moet worden. Als ik op een afstand zit als in Leeuwarden en er gebeurt iets, er treedt een bloeding op of er komen andere narigheden, dan moet ik eigenlijk ter plekke zijn. En dat zijn situaties die het niet op afstand naar ons idee moet gaan doen. Vandaar dus dat we, als de patiënten voor een ingreep moeten komen, dus ze naar Leeuwarden laten komen. Dat betekent dat u dan in Leeuwarden in het ziekenhuis wordt opgenomen. Dokter Schipper vindt de lidschaligheid van Oranjeoord ontrekkelijk. Het betekent dat de communicatielijnen kort zijn, dat als er iets moet gebeuren of als er overlegd moet worden, dat je heel snel de betrokkenen hebt en dat je, wat je noemt, snel tot zaken kunt komen. Het is minder log, minder groot en verder is het zo dat het werken op de polykliniek met een vrij kleine maar vaste bemanning heel plezier, heel aantrekkelijk is. Uit het werk van ons ben ik hier toller weer. Want ze hebben je magen eruit halen en ze hebben je linkerbeen eruit halen. En nou, om nou weer op kracht te komen, dat is een hele toer. Maar op bezoek heb ik er absoluut naar de klongen. En die beesten bij de hartstikke best verzorgen. Ja, wat voor beesten ga je op? Ik heb een saaisponnetje en een hondje. Hoe zeg ik dat meer? En dat is ik meer genoeg. Zo'n keer lezen. En dat hondje, zie je dat nog wel eens? Nee. Want dat kreeg ik dit jaar. Dat het hier op de dijk was en dat vleugels wat ze eruit hebben. Zo ben ik niet zo van. Want ik leef nog alleen. Ik ben het zingen hier alleen.
zingen hier liggen, die vrouwen geleden. Draaien maar, ze zingen hier. En dat zong ze, dat is maar mijn eerste. En het is jongens mijn eerste. Zeker dat maar. Dus dat ging ik op mijn liefde. Die maakte het heel zin als ik thuis kwam. Hij had de eerste ook zo'n herren was. Maar dat is ook best. Want die vrouwtjes, die het altijd over ponies rieden, dit is een kwestie. En dit er een vrienden. Die verzwaringen in de week. En die kunnen het omzetten. En hij kan die vrouwtjes. Dus dat kan het maar. Dat is prachtig. Maar ja, het zei zo. Vorig jaar had Oranje Oort de bennenoordeling en de kriemoordeling sluiten matten. Haar enige bennendokter hier na een oorziekenhuis. Maar wie doel dwaande met de verbouwingsplan? Nou, deze afdeling is dus de kraam- en de kinderafdeling zoals we hem vorig jaar gepland hadden. We waren van plan twee afdelingen samen te voegen. In april vorig jaar is de klinische kindergeneeskunde weggevallen en daarna de kraamafdeling, omdat het toch wel met elkaar te maken heeft. We hebben gedacht, wat doen we nu met deze afdeling? Stoppen we de verbouw? Maar we hebben gekozen om de verbouw door te laten gaan. Omdat je hier in een ruimte bent dat vroeger dus als kinderbox gepland was. Maar je hebt tegenwoordig steeds meer mensen die geïsoleerd verpleegd moeten worden. De beroemde MRSA-bacterie bijvoorbeeld. Zodat we gedacht hebben, we houden de ruimte voor patiënten die apart verpleegd moeten worden. Zodat het toch een functie heeft. De CL, jeder voor seismeesken, willen ook geschikt maken voor vrouwen. Er komen meer kamers voor dijbehandeling en short stay. En er bloot een speciale ruimte voor benen als ze toch oren specialisten als de bennendokter behandelen willen matten. Is het verantwoorden om nou nog te verbouwen, wilst men in Oranje Oort nog net weer hoeveel benen als er na de fusie overblijven. Je kunt het ook omdraaien, je kunt ook zeggen we zetten de zaak zodanig in de stijgers dat het voor de fusiepartner straks aantrekkelijk is om wat hier is om daar ook optimaal gebruik van te blijven maken. De attributen van de kriemoordeling binnen opslijn wachtzend op een betere bestemming. Het nijs komt dat weer een van de specialisten Haas verliet. Waar ik zeker over wil praten is de stand van zaken met betrekking tot het vertrek van een van onze gynaecologen. De stand van zaken was dat in het kader van de fusie onze maatschap gynaecologie opgesplitst zou worden tussen Sneek en tussen Leeuwarden. Maar omdat nu een van de twee vertrekt, kunnen we van die variant wellicht afzien en kijken gewoon of alleen de combinatie met Leeuwarden te realiseren is. Ik heb voor mezelf op een rijtje gezet dat dit ook een schijnlijk eenvoudige probleem 8 verschillende belangen heeft. Dus het is vanaf het begin een ingewikkeld probleem, denk ik. Ja, oké. In Oranje Oort is na de verbouwing nog plak voor zondag beren. Hoeveel zullen de nou na de fusie met het MCL krek oerbeuren? Ik ga daar inhoudelijk nog maar niet op in. We zijn daar nog druk mee bezig, maar het lijkt in de reden te liggen. Ja, dat was overigens al voorzien dat bij de fusie dat er in ieder geval minder bedden zouden komen. Maar er is een tijd sprake van geweest dat er helemaal geen bedden meer zou zijn. Nou, er zijn dus nog vele varianten. Er binnen nu nog 200 volslijne arbeidsplakken die terug 240 mensen invallen willen. Oranje Oort is nu nog een van de grootste burgjouwers in huis. Ja. Die willen graag wat meer weten over de fusie en zo, nou. Dat is onze. En dat, die onzekerheid, daar hebben we toch wel regelmatig over hier. We zitten gewoon heel erg in onzekerheid. En eigenlijk al vanaf 88. Hoe is de sfeer hier, als ik het mis? Ik vind de sfeer hier hartstikke goed. In ieder geval op oordeling. We hebben prachtige collega's onderling. Dat is gewoon hartstikke gezellig. Dat is geen probleem. Eén dag. Ja. Hoe is vandaag? Oh, gisteren wat beter. Ja? Maar dat waren niet uit te nee, ik moest een dagje in de steek laten. Ja. Ja. Maar dan moest ik vandaag weer
Wat opgraven? Ziek doen. Mooi. Ik ben er verder de hele week. Het weekend. Mooi. Dus. Dan ben je dan weer kameraden. Zo dat. Maar de koorts is wat zakt, hè? Gelukkig wel. Gelukkig wel. Hoe hoog is het was dan? 37,5. Maar je hebt er 39 zitten, dus... Ja. En ik had vandaag hekkenintentie voor wat ik ziek ben. Ja. Ik wil over. Ja. En we moeten er weer tegenaan, hè? Ja. Wie met er weer vuurt? Ja. Hè? Dan heb je weer wat eten. Zes bij straks wat wassen. Ik zal die even lekker opfrissen. Mooi. Ja. Dan kun je het eten op, dus dan kun je weer even. Huh? Je hebt eten meer op, dus dan kun je weer even. Hè? Ja. Wanneer laat ze nou met je slang beginnen, dat weet ik nog niet. Nee, weet ik ook niet. Nee. Ze bellen straks van de röntgen. Ja. Want er zit een beetje een kronkel in. Ja. Je moet ze even rechttrekken. Er zit ook een kronkel bij mijn hersens. Ja? Ja. Ja, bij mij ook. Zullen die ik even. Dan moeten we samen maar even recht laten trekken. Had hij die kronkels niet had, was het niet best hoor. Zus, wie zal er weer van maken? Ja. Waar we van maken kennen. Zo is dat. Chirurg Goudswaard viert een bloedvetoperatie uit in de skonk van patiënt De Vries. Goudswaard is algemeen chirurg, maar de naaist ik specialiseren in de vaatchirurgie. Bevolt het hem in een liedziekenhuis? Het voordeel is dat het dus kleinschalig is. Dat mensen elkaar goed kennen, dat er in principe gemakkelijk wordt samengewerkt, omdat je elkaar heel vaak ziet. Het nadeel van die kleinschaligheid is dat je dus de wat ingewikkelder ziektebeelden minder vaak ziet. En dat je dus niet zo goed mee kunt doen in de trend van de specialisatie. En dat houdt in dat je dus vroeg of laat tot de conclusie komt dat je samenwerking moet zoeken met andere ziekenhuizen, omdat daar bepaalde specialiteiten voorhanden zijn die je zelf niet hebt en of ook niet in huis kunt halen. Je kunt nu zien dat de tenen een goede kleur hebben en als ik het dus het bloed wegdruk, dan stroomt het heel snel weer terug. En dat is dus aanzienlijk beter dan voor de operatie. Na de operatie wordt de patiënt naar de intensive care gebracht. Ook deze afdeling rint bij een fusie gevaar. We hebben hier een gecombineerde care. De meeste ziekenhuizen hebben alleen nog een hartbewaking en dan ergens anders een intensive care. En wij hebben dus maar elkaar. Dus we hebben twee afdelingen in hier eigenlijk. Die had het zeer, dus de vorige keer? Vorige keer. Hoe voel je dat? Ja, dat is niet goed, maar ik voornamelijk dat was naaien. Ja? Oh. Ja. Nou had het een grote kans dat de intensive care verdwijnt, hè? Ja. Wat weet je ervan? Nou, hartstikke spietig natuurlijk. Het is, je mist een stukje zwaarig gewoon. De acute zwaarig die valt helemaal voort eigenlijk. Tenminste, ja, dat denken wij. Wij weten net hoe het komt, precies. Maar ja, het is nogal zijn. Wie kan ze dan komen er geen ongevallen meer binnen en dat soort dingen. En dat is toch wel iets wat, ja, het is erg jammer. Mensen moeten naar jou betalen. Maar op de intensive care voort is, welke operaties kunnen dan niet willen? Ik denk dat er dan nog wel een heleboel kan. Ja. Ik denk dat de gewone operaties staat die altijd op een afdeling al te lang kwam, nou ik altijd nog kennen. Alleen nog, de care had altijd iets oer in de richting van het acute en in de richting van meer zwarg. Er zit een surplus ten opzichte van het gewone verpleegkundige werk. En dat is dan ook het gespecialiseerde werk, wat we hier altijd doen. Ik denk dat er een stuk zwarg uit de regio, wat we hier altijd goed dienen hebben, voortjeert. Had het zatros er zo. Dat mag nog, maar... Het liep het er wel een beetje op, ja. Zo net door het wijzen. Netjes omklaaien, maar er even netjes wel is.
De intensive care en benamen het personeel van deze afdeling spelen een wichtige rol bij de reanimatie van patiënten. De know-how van deze mensen is daarin belangrijk. Dat speelt een heel belangrijk facet erin, want daar zullen we net zonder kennen. Maar zoals meneer De Vriers die je nou binnenbracht hier in een nieuwe situatie opereert werk heeft? Weet ik niet. Weet ik net. Dat hing het ervan af. Ik heb mijn twijfels daarover. Maar dat is ongeveer, dat is een grens die je loeken kennen, waarvan je zegt van ja, ken het wel, ken het net. In een nieuwe situatie, als het echt low-care is, schat hij van net. Luister ik dus nou even naar de bloedvaten eigenlijk. Yes, het bloed, yes, stromen. En om dat te controleren, kiest eventueel op het monitorje dat dus inderdaad de pulsaties van het bloed binnen, en dat is zo. De grotere operaties, dus, en dat zijn dan de operaties die minder vaak voorkomen en die ook door specialistische chirurgen worden uitgevoerd, die zullen dus in het grotere ziekenhuis plaatsvinden, waar dus ook de intensive care is. Maar de hele grote groep van kleinere operaties, liesbreuken, spataderen, tot toch wat over het algemeen 80% tot 85% van het hele operatieve gebeuren uitmaakt, dat kan gewoon in zo'n klein ziekenhuis blijven. Mevrouw Joritsma werd via een laparoscopische operatie van haar galblaas verlost. Vier openingen in de buik werd door camera en apparatuur naar binnen gebracht worden. De chirurg opereert via het beeldscherm. De video stond aan, hè? Ja. Dus dat zie je nu verder allemaal. Even dat zijn juist operaties die heel geschikt zijn voor kleine ziekenhuizen. Omdat de kans op complicaties vrij klein is. En omdat het dus gepaard gaat met een hele korte opnameduur. Daar is geen intensive care voor nodig. Alleen de gewone bewaking die je nodig hebt bij geopereerde patiënten. Wie is er ziek weer, Juster? Ik ben juist voor de kennis maken. Want het is suiker, niet bloedsuiker, niet te leeg. En ik moest daar lekker. En dan had ik hier dan gewoon op mijn bewaking. Nou, ja, wat moest er maar niet. Het komt niet echt naar de hoofdstuk te worden. Nee. Maar het heeft vervelend. Ik ben snorig dat beter te worden. Dan heb ik hier niet in de hart kunnen. Ik zie dat ze wat plant. En dan was ik, ah. Hé, dan kan ik gewoon dat niet doen. Ja. Je hoort de moeder in. Je hoort de moeder in, hè? Ja. En altijd. Ja. Ik denk dat er in de gezondheidszorg in Nederland zeker plaats is voor kleine ziekenhuizen. En het is echt zonde dat er zoveel kleine ziekenhuizen zijn verdwenen. Ja, ik denk dat een klein ziekenhuis zeker bestaansrecht heeft, mits het wordt gedekt door een groot ziekenhuis en mits de zorg die daar plaatsvindt vanuit een groter verband plaatsvindt. En dan kun je dus heel veel doen in een klein ziekenhuis.